Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Daar gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Rob Toussaint, commercieel directeur van Heracles. Na 13 jaar neem je afscheid van een sponsor die ontzettend veel voor Heracles heeft betekend. Absoluut. En daar kijken wij ook met heel veel plezier op terug. En ik denk dat wij een fantastische tijd met elkaar gehad hebben, waarin we heel veel geïntroduceerd hebben in het betaalde voetbal. Denk eraan dat wij de eerste partij waren die op kunstgras speelde. Langzaam maar zeker heeft dat het Nederlandse voetbal en ook betaald voetbal wel veroverd. En we sluiten die periode vandaag af en kijken vol goede moed weer naar de nieuwe hoofdsponsor die wij vandaag geïntroduceerd hebben, Acito. Het is nu vrijdag 1 juli. Het is een enorm vroeg tijdstip dat die vlag van de nieuwe sponsor gehezen wordt. Hoe blij ben je daarmee? Ja, heel blij. Het is fantastisch dat er een prachtig bedrijf als Acito, wat uit Almelo komt. Belangrijk is voor de regio, landelijke speler, waar veel gevoel bij zit. Ook de oprichter van Acito was een vervent Herakliet. Zou vandaag over 97 jaar geworden zijn, meneer Van Riemsdijk. Maar dat fantastisch wat dat betreft. Dus de verbondenheid tussen de familie, het bedrijf Acito en Heracles Almelo bestaat al vele jaren en zal vele jaren ook doorgaan. Dat bewijst maar weer wat voor een mooie familie Heracles Almelo is. En dat ook de aftredende hoofdsponsor en de nieuwe hoofdsponsor ook met elkaar goed door een deur kunnen. Hoe lang is het contract dat met Acito gesloten is? Voor de komende 5 seizoenen, dus 5 jaar. Nou, het is fantastisch in deze tijd natuurlijk dat een bedrijf zoveel continuïteit wil geven aan een betaald voetbalclub. En daar zijn we hartstikke blij mee. Hoe fijn is het voor een commercieel directeur dat een ploeg op dit moment, en dan kijk je even naar het afgelopen seizoen, zo fantastisch heeft gepresteerd? Ja, ik denk dat dat niet alleen voor de commercieel directeur geldt. Ik denk dat dat voor iedereen binnen de club geldt. Ja, het is geweldig om mee te maken. Als wij kijken naar het seizoen ervoor, werden we afgeschilderd als het kleine ploegje met 0 uit 7 onderaan wat uit de eredivisie zou gaan. Het mooie meisje van de klas, laat maar zeggen, waarin wij in één keer het Europees voetbal binnen hebben gehaald. Dat is fantastisch. Jullie zijn al een heel groot aantal jaren verbonden aan deze club. Ja, en eigenlijk al heel lang. En als je naar de oude tribunes gaat op de Bornebroekseweg, dan zul je ook zien dat we daar al een eerste skybox hadden. En als je daar echt goed gaat rondkijken, skybox 11, dan zie je nog het keurige koperen plaatje waarop Acito en Van Riemsdijk al als eerste sponsor en als eerste skyboxhouder van Heracles zichtbaar zijn. Ja. Ja, het gaat natuurlijk om Heracles. Dus Heracles is in deze belangrijk.
of belangrijker dan Assito in deze verbinding. Want het gaat natuurlijk gewoon om voetballen, het gaat om een prestatie leveren. En tegelijkertijd ben je dan in de samenwerking even belangrijk. Zij leveren de faciliteiten aan ons om hier te mogen zijn en iets leuks met elkaar te doen. Nou ja, en wij leveren dan de leuke dingen. Natuurlijk ook een plek om heel veel klanten en medewerkers te ontmoeten, te verwennen, gastheer te zijn. Ja, dat noem ik dan ook maar leuke dingen. De verbinding met voetbal en mij is net zo groot als tussen Heracles en Assito. Dan bent u de afgelopen seizoen wel aan uw trekker gekomen. Ja. En ik kan me ook nog herinneren de start van het seizoen daarvoor. Toen zat ik hier ook trouw. In alle vertrouwen dat het goed zou komen. Maar ja, dit is natuurlijk een geweldig seizoen geweest. Zeker. In ieder geval hebben we nu een handtekening gezet voor 5 jaar. Dus formeel zijn wij in ieder geval 5 jaar met elkaar verbonden. Ja, die verbinding is al zo oud en al zo hecht. Wij hier zal ooit eens een natuurhuis komen. Ja, dat hoop ik nog altijd. Maar de laatste berichten geven weer dat de wethouder er geen 180.000 euro voor over heeft. Dat is het bedrag wat we tekortkomen. En daarvoor hebben we medio december al een verzoek gedaan aan het college en de raad. En daar hebben we eigenlijk nog steeds geen officieel antwoord op. Wij vinden dat wij als vrijwilligers van de Stichting Natuurhuis wat genegeerd worden. We horen niets, we vernemen niets. En er is dus wel die mondelinge toezegging van de gemeente, van de wethouder, van dat hij de raad iets gaat voorstellen. Maar ook dat hebben we nog niet gezien. Dus wij vinden dat we niet serieus genomen worden als vrijwilligers. Ja, want dat gebouw gaat 1,1 miljoen kosten. Hè? En daarvan komen jullie dus nog 180.000 tekort. Ja. Is dat niet op een andere manier op te brengen? Nou nee, dat is niet om een andere manier op te brengen. Wij moeten als stichting moeten wij nog 100.000 euro bij elkaar zien te krijgen. En daarover zijn contacten met een aantal grote sponsoren. Die hebben ook wel een toezegging gedaan. Alleen die zeggen van ja, wij willen pas een toezegging echt gestand doen. Als de gemeente ook de 180.000 euro gaat bijleggen. Wat de stad gaat missen is een hele mooie stepping stone. Hier aan deze kant van Almelo. Een prachtig natuurhuis wat er zou komen. Echt innovatief, duurzaam, ecologisch heel erg mooi gebouwd. En in een park wat er veel fraaier gaat uitzien. Waarbij we ook als Stichting Natuurhuis de aanleg zullen verzorgen. En ook het onderhoud voor de komende jaren ook zullen gaan doen. Dus er vindt hier een enorme opleving in dit gebied van Almelo plaats. Ja, wat we ook dan missen, hè, als het niet komt, is een hele groene beweging hier in Almelo. Want ja, een aantal verenigingen hebben al gezegd van wij willen wel meedoen aan die groene beweging. Maar dan moeten we wel een onderdak hebben in een nieuw natuurhuis. Omdat het tijdelijke natuurhuis van de Deeldense Straat daarvoor te klein is. Het is helemaal aan de rand van de stad. Het is niet moeilijk bereikbaar, maar wel, je moet het wel weten waar het is. Het is moeilijk te vinden. En als het hier dus in de stad, midden in de stad zou komen, dat zou een enorme opsteken voor de gemeente Almelo zijn. Als het aan het natuurhuis ligt, de stichting, dan komt hier in het Hagenpark een mooi natuurhuis. Maar ze beginnen langzamerhand er erg aan te wanhopen. Ja, dat kan ik me voorstellen dat ze wanhopen, maar er is hoop. Want wij komen aanstaande donderdag met een motie waarin we het college opdragen om uiterlijk met de begroting de resterende bedrag wat ze nodig hebben, om dat bij elkaar te vinden. Dat kan onder andere door in overleg te gaan met de provincie, waar een pot van 40 miljoen subsidiegeld ligt voor toeristisch en creatief beleid. Nou, dat past die toeristisch en cultureel beleid, moet ik zeggen. Daar past hij natuurlijk perfect in. Ja, het is niet alleen een trekker voor de binnenstad. Het is van belang voor het bestaan van de verenigingen. Het is van belang voor de educatie op natuurgebied voor jongeren. Maar ook voor ouderen. Het is een enorme boost voor hier de hele binnenstad. Want er komt wat activiteit hier. Niet luidruchtig. De omwonenden hebben er geen last van. Het is een interne aangelegenheid. En het is ook prachtig voor bijvoorbeeld de bewoners van de Hofkampen hierachter. De ouderen. Die hebben steeds minder activiteiten door bezuinigingen. Nou, die kunnen hier op rollator afstand naar Naturus, waar altijd wat te doen kan zijn, ook voor hen. Dus het is voor iedereen een geweldige aanwinst.
Die broer die bleek in Amsterdam op de academie te zitten. En hij woonde aan de Amstel. En daar kwam ik dan. En nou, ik was zwaar onder de indruk. Het waren prachtige tekeningen. En dat was dus Goitse de Jong. En ik wist toen niet dat Goitse voor beeldhouwer studeerde. En ik zou advies krijgen, maar ook daar kan ik me niets meer van herinneren. Maar aan die eerste kennismaking, daar heb ik hele goede herinneringen aan. En dat denk ik met plezier aan terug. Inspireert jou in jouw werk? Eigenlijk ook heel erg dagelijkse dingen. Vooral mode, wat het deze tijd afspeelt. Eigenlijk kan het heel dagelijks zijn. Het kan eigenlijk alles zijn. Wat voor werk maak je? Laten we daar eens eerst over hebben. Ja, ik wil graag een soort van bedrieglijke schoonheid neerzetten. Dus de tegenstellingen van elkaar, dat vind ik heel interessant. Ik maak veel tekeningen, maar het kan ook naar installatie uitgaan en fotografie en film. Het kan eigenlijk alles zijn. Ik vind het onderwerp of het idee is belangrijker dan de uitvoering. Dus vandaar dat het ook eigenlijk alles kan worden. Het kan alles zijn. Het meest succesvolle werk is een grote tekening met een stuk zeep in de mond. Waar heb jij je opleiding genoten? Op de AKI in Enschede. Ik heb richting Fine Art gedaan. Dus dat. Ik ben vorig jaar afgestudeerd. Dus inmiddels bijna een jaartje. Het is bijna een jaar geleden. Dit is de Business Tour, dit is onze 11e editie. En dat is een rally die altijd in Oost-Nederland plaatsvindt. En dan rijden we door alle mooie plekjes van Oost-Nederland met allemaal ondernemende autoliefhebbers. En hoeveel auto's nemen hier aan deel? Dit jaar doen er 82 auto's mee. En dat is van klassiek tot modern. U heeft van alles al voorbij zien komen. En we rijden in verschillende klassementen, ervaren, onervaren, echte nieuwkomers. Ja, ik zag zelfs buitenlanders, Duitsers, Engelsen. Ja, dat zijn leenauto's. Dat zijn geen. We hebben wel een Duitser mee, die doet altijd mee. Maar verder is het bijna allemaal Nederlands. Wel, kom uit heel Nederland overigens. We rijden voor het Leontienhuis van Leontien van Morsel. Haar man rijdt ook mee, ze kon zelf helaas niet. En we rijden elk jaar voor een goed doel. Dus we hebben in alle jaren al heel veel goede doelen ondersteund. Yeah.
Ja, die stopservice dan. Het gaat niet hoor, daar gaat hij op. 2 minuten zijn voorbij.
Je hebt vroeger die druipschilderijen, hè? Dat mensen ook verf gingen gooien en dat soort zaken. Was dit nou voor jou een inspiratie? Waar komt dit idee vandaan? Gerard heeft mij benaderd. Die had het totaalplan in feite. En hij vroeg als ik er meer wil werken. En toen hoef ik niet lang na te denken. Dat doe ik al meer. Is gewoon de mooie gekkigheid van het leven. En dan moet je koesteren, zoiets. Dus ik wou gewoon breedwillig zijn. Heerlijk. Het is lekker experimenteren. We hebben van alles uitgedacht in de schuur bij mij. Achter thuis ook. Testjes gedaan. En de ene keer lukt alles, en de andere keer lukt niks. Dus nou is het een beetje, hoe het komt, dan komt het. Dus we hebben ons best gedaan. Heel erg geleerd. Het is heel iets anders wat je normaal doet. Normaal doe je meer decoratief schilderen, schilderijen maken, fotografie. Dit is echt het gebeuren, de happening. Ja gewoon, ik ben gek op gek doen. Vind ik mooi. En dan is dit natuurlijk een prachtig evenement. Tim Zitter, jij bent voorzitter van die club. Hoe gaat het op dit moment met de uitsmijters in Almelo? Nou ja, als je het hebt over ledenaantal en spelers, dan is dat stabiel. We doen het leuk, alle competities worden leuk afgedraaid, de kids hebben er plezier aan. En dat is het. Deze club, de junioren, dit team, zijn we druk aan de gang om ze klaar te stomen voor een seniorenniveau. Er zijn al wel wat oudspelers die toen gestopt zijn in de senioren en zeiden van, zijn ze al klaar? Die helpen ze links en rechts ook mee met trainingen gegeven. Dus die zijn daar druk mee bezig om een seniorenteam weer een nieuw leven in te blazen. We staan vrij regelmatig op plekken in de stad. We hebben een grote slagkooi, slagtunnel. Waar we promotionele activiteiten mee uitvoeren. Onlangs nog Rembrandt Fiesta geweest, kooi opgezet met een werpmachine. En dan kunnen de kids naar hartelust de hele dag slaan. En dat in de kids allemaal netjes van ons in tenue. Dus we zijn heel herkenbaar en we gaan vrij regelmatig de wijk in. We hebben een site, uitsmijters55.nl. Daar staat alle informatie op omtrent onze vereniging. Het softbal is ooit in het leven geroepen voor het verschil tussen dames en heren. Honkbal wordt de honkafstanden, die zijn een stuk groter. 27 meter ten opzichte van 18 meter. En er wordt bij de softbal wordt onderhands aangeworpen door de pitcher om de bal weg te slaan. En bij honkbal bovenhands. Maar nu zitten jullie hier, moederziel alleen, 8 kilometer van de stadkern. Hoe vervelend is dat? De gemoedelijke sfeer die hier is, is natuurlijk heel prettig. En als je hier zo staat, dan merk je van, goh, het is een mooie plek. De vogeltjes fluiten, we zitten in de vrije natuur.
En dat heeft inderdaad een voordeel. Maar het nadeel is inderdaad dat je heel ver buiten de stad zit. Er moet een ruimte zijn waarin ons honkbalveld past. En die ruimte die is wat groter dan een gewoon voetbalveld. En dat betekent dat niet alle plekken daar even geschikt voor zijn. Daarnaast hebben wij natuurlijk het verzoek en de vraag om op een plek te gehuisvest te worden waar wij niet weer heel ver buiten de stad zitten. Een andere plek, dichter bij de stad, maakt de kans dat je daar jeugdleden aantrekt veel groter, omdat de jeugd dichter bij huis onze sport kan beoefenen. Wij hebben een hele gezellige club. Wij zijn echt een familieclub. Iedereen staat klaar voor elkaar en iedereen steekt ook de handen uit. Het technisch gedeelte. Hoeveel teams hebben jullie in de competitie en wat zijn jullie plannen? We hebben op dit moment 3 teams die in de competitie spelen. Dat is het pupillenteam, die speelt 3e klasse. Dan hebben we een aspirantenteam, dat speelt ook 3e klasse. En een juniorenteam, wat nu in het spelen is, speelt ook 3e klasse. Daarbij hebben we ook nog een recreantenteam. Dat zijn veel oud-honkballers, maar de laatste tijd sluiten heel veel ouders aan van jeugdleden. En wij spelen geen competitie, maar wel onderlinge wedstrijden en toernooien. En dus zodra deze jongens de leeftijd bereiken van 18, moeten ze door naar de senioren. Dus in de toekomst zit er wel een seniorenteam aan te komen. Mag ik dan heel gemeen zeggen van, dan zijn jullie weer een echte vereniging? Ik vind het daadwerkelijk een beetje gemeen. Wij zijn op dit moment een echte vereniging. Wij missen alleen een seniorenteam. En dat is gewoon jammer. En daarbij hopen we, als we weer een seniorenteam hebben, dat dus veel oud-honkballers die toentertijd gestopt zijn en nu ook vaak vader zijn van kinderen, dat die weer terugkomen. Het Straatmuziekfestival van Almelo! Hoe jullie staan? Jullie weten het al, Tangerine! Het eerste liedje wat we voor jullie spelen heet New York City. Right. Me through dark end of the night. I'm in search for the wind that pulls me over to find the finish line. Do you know what it feels like to be always in search for something? Some diamonds are meant to shine. Een tijdje geleden dat wij in Almelo waren inderdaad. Het is leuk om weer hier te zijn. Ik kan me herinneren dat vorige keer dat wij op dit festival speelden dat ook regende. Ik weet niet wat het is. Ligt niet aan ons hoor. Nee. Dat is Almelo. Dat is Almelo, hè? Dat is Almelo. Nou, ik één grote grijze rokken. Nee, leuk om hier weer te zijn. Dit is ook weer een nieuwe deze tijd. Until the River Came By. Oh ja, oké.
niet aan het praten van. De netbeheerder in een groot deel van Twente en in Hardenberg. En naast mij staat wethouder Anja Timmer. En straks zal blijken waarom zij naast mij staat. En van die 120 zijn er 3 genomineerd om in aanmerking te komen voor de Kogas Cultuurfonds Publiekprijs. Dat dit jaar die Kogas Publieksprijs gewonnen is door Paco Plumtrek. Zien. Het is dus inderdaad de cheque met het bedrag. Met heel veel dank aan Kogas natuurlijk. En het, ja, dat symboliseert een pluim.
sun, it goes a little very way. So let's start all the covers as the moon is falling out of many, 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 many. Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Geen kip of konijn, maar een opvallende verschijning bij de kinderboerderij De Wesseler. Daar is een nieuw dier te zien. Een dier waar je niet direct aan denkt bij een kinderboerderij. En dit is dan die nieuwste aanwinst van kinderboerderij De Wesseler. Een alpaca. En hij luistert naar de naam Pommetje. Ja, het is de eerste keer dat we een alpaca. En de keus is gevallen eigenlijk dat we een vriendje voor Eli wilden hebben. En nou ja, dat past op zich mooi bij elkaar. Dan is Eli niet meer zo alleen. En ja, daar past Pommetje prima bij. Alpaca heet in principe, is familie van de kameelachtigen. En het eet in principe kamelenvoer. Dus kamelabrok. Nu zit natuurlijk met alpaca's, is het toch wel een beetje een dingetje, is dat ze vaak gestolen worden. Is dat iets wat jullie hebben meegenomen in overweging om er eentje aan te schaffen of hier naartoe te halen? Nou ja, we hebben in ieder geval een hengst wat gecastreerd is. En daar is, horen wij wat minder belangstelling voor dan de alpaca's die niet gecastreerd of een berry zijn. Waar zit hem dat in, dat mensen daar minder belangstelling voor hebben? Nou ja, ze zijn minder kostbaar. De reacties zijn heel leuk. Ik bedoel, mensen maken foto's, filmen. Ja, is gewoon geweldig. Sommigen denken dat een lama is. Dus als Pommetje eraan komt lopen, dan lopen ze een stukje naar achteren. Van, oh, ga spugen. Maar dat valt wel mee. Dat komt helemaal goed. Op de kunstmarkt in het Almeloze Beeklustpark werden schilderijen gemaakt met behulp van drones. Kunstenaar Freddy Hoeves bepaalde hoe de drones moesten vliegen. Maar het resultaat was onvoorspelbaar. Je hebt vroeger die druipschilderijen, hè? Dat mensen ook verf gingen gooien en dat soort zaken. Was dit nou voor jou een inspiratie? Waar komt dit idee vandaan? Ja, Gerard heeft mij benaderd. Die had het totaalplan in feite. En hij vroeg als ik er meer wil werken. Ja, daar hoef ik niet lang na te denken. Dat doe ik al meer. Is gewoon de mooie gekkigheid van het leven. En dan moet je koesteren, zoiets. Dus ik wou gewoon breedwillig zijn. Heerlijk. Het is toch lekker experimenteren. We hebben van alles uitgedacht in de schuur bij mij achter thuis ook. Testjes gedaan. En de ene keer lukt alles, de andere keer lukt niks. Dus nou is het een beetje, hoe het komt, dan komt het. Dus we hebben ons best gedaan. Heel erg geleerd. Het is heel iets anders wat je normaal doet. Normaal doe je meer decoratief schilderen, schilderijen maken, fotografie. Dit is echt het gebeuren, de happening. Ja, gewoon. Ik ben gek op gekken. Ik vind het mooi. En dan is dit natuurlijk een prachtig evenement.
Misschien is dat gebeuren. FC Twente heeft inmiddels de eerste training van het nieuwe seizoen erop zitten. En veel supporters namen een kijkje. Op het trainingscomplex in Hengelo werden de spelers en de staf onthaald met fakkels en applaus. Op deze wijze werd gevierd dat Twente in de eredivisie blijft. Veel felicitaties van de supporters van FC Twente. Konden ze na alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd weer genieten van hun club. Nou, ik ben blij dat we ons weer op één ding kunnen concentreren. Nou, dat is op voetbal. En al dat gezeur en gezeik eromheen, dat voorbij is. Ja, ik ben super blij, want het was al een spannende situatie gewoon. Maar ik ben wel blij dat Twente erbij blijft. Mooi seizoenskaartje halen. Ja, hartstikke blij. Ik denk dat het mooi is voor de regio, maar ook voor de fans vooral. Die hebben zich volgens mij van hun beste kant laten zien met elkaar. Ja, nou, ja, goed. Ik ben hartstikke blij dat je weer mag voetballen. En Eredivisie, nou ja, goed, vind ook dat zo'n club als dit in de regio daar ook gewoon thuis hoort. Hartstikke gelukkig. Heel blij. Met mijn hele familie. Ja, de hele familie. Hoe heeft dat beleefd dan? Nou, het was spannende weken, maanden. En van geluk heb ik toch even de vlag uitgehangen. Heel blij. Overblij. En was het nog gespannen dan vrijdag? Nou ja, goed, het moet heel eerlijk zijn dat ik eigenlijk niet durfde te kijken. Dus ik heb gewoon mijn werk gedaan. En toen dacht ik, ja, het is 3 uur. Dus was al uitgesproken. Dus ik dacht, laat ik in ieder geval gaan kijken. Nou ja, goed, ik heb eigenlijk wel even gedanst, ja. Wat verwacht je van volgend seizoen? Ik denk dat het gewoon een middenmotor wordt. Ik denk niet degradatie, maar ik verwacht wel iets. Maar ik verwacht geen top 5 of zo. Gelukkig hebben we kanjes in Haaksbergen die gewoon op een feestje komen. Weer of geen weer. De Veldmaat Bruist 2016 werd georganiseerd op het terrein van DVO aan de Geukendijk. En ondanks de buien werd het een heel geslaagd feest. Erik, een hele organisatie natuurlijk. En jij bent natuurlijk ook weer van de partij. Hoe gaat het en wat kunnen we allemaal verwachten? Nou, eigenlijk gaat het heel goed. Alleen het weer laat ons in de steek vandaag. We hadden een hele grote rommelmarkt. We hebben diverse straatartiesten die hun optredens doen. Van waarzegster tot een wedstrijd koekjes bakken. Diverse muzikanten in diverse stijlen. Van dweilorkest tot jazzy-achtige muziek. En dat is dan alleen de zaterdag tot 2 uur. Het is allemaal gratis. Het wordt allemaal aangeboden door ondernemers uit de Veldmaat en uit de Greunen en enkele uit Haaksbergen. Dus het is een feest, zoals we hier altijd zeggen, van, voor en door iedereen. En het is ook gericht op kinderen. En langzaam maar zeker, de ouderen komen ook mee. Dus daar organiseren we ook wat meer voor. En heel veel, dat moeten we er wel bij vertellen. Het is allemaal vrijwillig. Er zijn voor het hele evenement in deze dagen 150 vrijwilligers die... Dat is nogal wat, hè? Ja, dat zijn 300 handjes die je helpen. En dat is gewoon hartstikke leuk. En iedereen heeft er ook zin in. En ondanks dat het toch wel in het water valt. En zijn ze er allemaal. De brandweer is er, die doet van alles. En ja, het is gewoon toch wel een groot gebeuren. Kunnen snel schakelen en dat vinden mensen ook leuk en ze komen toch eigenlijk allemaal wel. Normaal zijn mensen dan de hele dag er wel, maar ze komen toch allemaal wel even kijken en voor de buien was het eigenlijk best wel druk en dat is dan jammer. Maar mensen, je ziet het om je heen, zijn blij. De dingen die door kunnen gaan, gaan gewoon door en de artiesten die er zijn, die gaan ook gewoon stug door. Dus iedereen maakt er wat van.
Wat is breakdancing? Breakdance is een combinatie van sport en behendigheid. Je moet snel zijn en flexibel, maar een beginneling die kan weinig, maar echt hoge niveaus, daar leer je echt meer. Okay. En hoe lang ben je al bezig? Zo'n 2 jaar. 2 jaar. En is dat in Haaksbergen of is dat, waar kan je dit leren? Het is bij Enschede, bij Vibergo, daar het clubhuis van Gigi's Dance Crew. Oké, zijn er alleen jongens die dat doen of ook meisjes? Nou, voornamelijk zijn het jongens, maar er zit ook een meisje tussen. Het is gewoon een open dansgroep, iedereen mag meedoen. En hoe oud moet je zijn om dus eraan deel te nemen? Het heeft verschillende leeftijden. Vanaf jongs af aan, ik begon al richting toen ik op de basisschool zat, begon ik al. Dus ik gok zo rond de 5, 6. Dat is wel heel jong, hè? Maar je hebt er wel heel veel zin in, wat ik dus al heb gezien. Ja. Dus dat ga je nog lang doen? Ja. Ja? Oké, heel veel plezier. Dank je wel. En hoe lang doen jullie dit eigenlijk al? Hoe lang bestaat dit eigenlijk al? Oei, ik dacht voor de 14e of 15e keer. Maar ik dacht vanaf 92, 94 zijn wat wisselingen geweest in de organisatie. Maar iedereen doet het omdat ze het leuk vinden en daar gaat het om. Ja, want je merkt ook wel dus de veldmaat is ook wel samen sterk, hè? Want dat merk je duidelijk. Ja het is eigenlijk een kerkdorp van vroeger uit. En dat is ook wel weer leuk. Het feest wordt ook gedragen dan door de ondernemers uit de veldmaat. En daar zijn in de loop der tijden ook ondernemers en winkeliers bijgekomen die dan dicht bij de veldmaat zijn. Of dat nou de Greunen is of Haaksbergen. En er staat echt wel wat en er gebeurt hier echt wel wat. En dat kan ook niet anders, want als je de vrijwilligers niet hebt, dan kun je gewoon helemaal niks. Dit was Twente Breed voor deze week. Wist je dat je iedere werkdag vanaf 7 uur in de ochtend al kunt luisteren naar 1 Twente Radio? Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 1 Twente Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.